van de namen hier doen aan dat hout denken. Lange Houtstraat, Korte Houtstraat, Lange Voorhout, Lange Voorhout, Korte Voorhout. En dit heette tot in de jaren 50 de Boskant. Je was aan de kant van het bos. Tegenwoordig dezelfde naam als de gracht, de Prinsessengracht. Ja, wij zijn allemaal creatievelingen en na 3 jaar hebben we ons budget nog niet rond. En we proberen dus door middel van crowdfunding een deel van ons budget rond te krijgen. Wat ga je doen? Waar heb je het geld voor nodig? Het geld voor nodig? We zijn bezig met het maken van een natuurdocumentaire over Haaglanden. En dat houdt dus niet in alleen de stad Den Haag, maar ook de gebieden daaromheen. Er is gewoon heel veel te zien in onze omgeving. En het belangrijkste wat ik vind, is om de mensen, kijk eens goed om je heen wat je allemaal ziet in deze natuur. Nou, we hebben net een stuk gevaren met de Groene Stadvaarten. Je ziet zoveel, er zijn stukken in Den Haag waarvan je denkt van, wow, is dit Den Haag? Komt dit hier allemaal? Is het daar? Je komt hier met de boot niet ver meer als je gemotoriseerd bent. Van de duiven. Het zijn er een heleboel met hun kindjes. En Chris, wat doe jij al vandaag? En vandaag zijn we heerlijk aan het varen door groen en blauw. Maar zoals daar met alle weerkaatsing groen Den Haag. De stad is groen, hier. We zitten op de rand van Scheveningen en Den Haag. We zijn op Scheveningen in Den Haag. En hier varen we eigenlijk door de duinen heen. Groene vaarten hebben het thema groen in Den Haag. We zijn bezig met een project, we zijn aan een project aan het steunen. En welke route nemen we? We hebben diverse routes die we kunnen maken. De groene vaart hebben we nu gekozen voor de Koninginnengracht. We zijn de Willemsvaart genoemd naar koning Willem I, die een gracht liet graven, onder andere voor toerisme, lang geleden. En nou, die gaat prachtig door die duinen heen. En dat is heel mooi om te laten zien, dat je van een stad die sowieso al groen is, met het Haagse Bos, door de duinen in het groene deel tussen stad en strand terechtkomt. Er zijn ook bruggen waar duiven onder zitten. Als daar de brug geschikt voor is, daar heb je meerdere van in Den Haag, dan is het ideaal voor de duif, want die kan daar een eitje leggen en dan komt geen roofdier, zoals geen meerkat, er komt helemaal niks. Dus die vogels zitten daar. Het grappige is dat onder een brug ze niet in de gaten hebben wat een mens is, geen idee. Ze zien die boten wel gaan en dat gaat altijd door, daar hebben ze helemaal geen last van. Dan zijn ze eigenlijk onder een brug helemaal niet bang voor, terwijl wij worden uitgelachen door een futje. Die roept fut fut. Dat is het mooie van deze vaart, als je heel rustig bent. En dan zie je hier de mooiste vogels. Jullie zien het niet op film, maar het is hier een fut, die was een beetje boos. En daarvoor een aalscholver, en daar was hij een beetje boos op, want ze eten allebei hetzelfde. En dat zie je zomaar in Den Haag. En dat is hartstikke gaaf om mee te maken. Ik ben Ernst Raaphorst en ik ben ecoloog bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Daar werk ik natuurlijk als het gewone ecologenwerk. Maar ik ben ook bekend van de serie Ernst om de Waterwereld, waar ik verken wat er leeft onder de waterspiegel en dat laat ik aan iedereen zien. Waarom zit je hier? Nou, ik ben vandaag mee met de Groene Stadvaart, omdat ik het gewoon heel belangrijk vind om aan mensen te laten zien wat leeft er nou onder het water. Want dat is heel onbekend en daarmee ook heel onbemind. En ik denk, hoe beter we het kennen, hoe meer mensen begrijpen en ook mee willen doen om dat te verbeteren. En ik vind het Groene Stadproject ook een hele mooie manier om dit op die manier onder de aandacht te brengen, om dat te laten zien. Monument van de HTM, mooi geschilderd, oranje in de koning. Mooi met dat. 3 jaar geleden zijn we met dit project begonnen als, hoe moet ik het zeggen, ja, mijn eigen stad. Ik zag Amsterdam een film krijgen, ik zag Rotterdam een film krijgen. Ik denk, nou, hoe mooi is het? Ik heb 4 documentaires op mijn naam staan. Ik ga er even mijn eigen stad maken. Nou, we zijn aan het strijden. Want als, dat weet jij ook als creatieveling. Je gaat eerst beginnen en dan ga je denken, oh, ik heb nog een patiënten nodig. Nou, dat is dus ook het doel van deze vaart. Wij hopen hier in ieder geval weer mensen te enthousiasmeren van, joh, doe die donatie. Help ons dit mooie project realiseren. En ga met z'n allen in 2026 op het Malieveld in première. Wacht even, zal ik hem even afdoen? Genie en jager niet. Nee, echt niet. Ja, dat maakt niet uit.